Het nieuwe Hotel Tiele is geopend. Een meesterwerk van de familie en zeker iets waar iedereen trots op is. Zo ook Gert-Jan van der Valk's broer Vincent. Mijn broer is degene die hier verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de bouw en van Tiel. Dus het is eigenlijk zij. Wij proberen dan alleen maar, kun je als andere familieleden daar helpen waar je kunt helpen. Maar je kunt ook niet aan iemand die aan het stuur zit het stuur in één keer overpakken of aan het stuur gaan lopen trekken. Iemand neemt zijn verantwoording, doet zijn ding en dan kijken wij naar hoe wij zoveel mogelijk kunnen ondersteunen. Ik hoop dat alle gasten die bij ons komen heel erg tevreden zijn. Dat ze komen kijken op deze mooie locatie die we niet voor onszelf, maar voor uiteindelijk de gasten gebouwd hebben. En de kwaliteit kunnen waarborgen wat er in de huidige tijd de mensen van ons verlangen. Ja, wat de mensen vooral leuk vinden is de combinatie van twee restaurants die toch totaal verschillend zijn. En dat is ook de positieve commentaar wat we krijgen van de gasten, dat ze een keuze hebben. Willen ze iets formeler, gaan ze naar het à la carte. Willen ze eerst een drankje aan de bar, gaan ze eerst naar de chefstafel. Dan besluiten ze soms daar om sushi te pakken of een ander item van het menu. Want in beide restaurants kun je hetzelfde eten krijgen. We hebben wel twee verschillende menus. Maar als je zegt, nou, ik vind de omgeving leuker in de chefstafel, heb ik een leukere tafel. Maar ik wil toch die Chateaubriand hebben uit het à la carte. Dan is dat helemaal geen probleem. De hoteltoren staat en van veraf is hij al te zien als je over de A15 aankomt rijden. Een landmark voor Tiel. In het begin, toen we die toren aan het bouwen waren, ben ik een paar keer op en neer, er iedere keer er langs gereden. En ik denk, even kijken zelf. Ja, dat was gewoon mooi om te zien hoe we groeien, hoe het gaat en iets van tekening uit ziet veranderen. En ook hier de multifunctionaliteit die er ook wel in zit. Het casino, de mooie zalen, eigenlijk alles bij elkaar is het gewoon een mooi compleet verhaal. Het nieuwe Hotel Tiel is van alle gemakken voorzien. De laatste technische snufjes en natuurlijk het allerbelangrijkste, de sfeer en prachtige aankleding. Gert-Jans zuster Marijke was hiervoor verantwoordelijk. Nou, ik vind het wel ook wel belangrijk dat de mensen zich thuis voelen en dat ze een huiselijke sfeer om zich heen hebben. Daar ben ik wel heel erg voor. En ja, ik zag veel restaurants en hotels dat het altijd een beetje kil is. En wij zijn toch een familiebedrijf, dus een beetje familiegevoel moet je er wel in krijgen. Hey, de familie wil continu door verbeteren, vernieuwen en met de tijd meegaan. Dus super nieuwe systemen erin. We maken dadelijk met de zonnepanelen een groot gedeelte van de energie. Dus overal domotica. Dus dat is geen vergelijk meer met wat je vroeger had. Ja, hoe verder hier in de tijd, hoe moderner het wordt. Hè? De tijd gaat vooruit, het verandert. En ik denk dat dit hotel van al die gemakken wel voorzien is. En dat zeker. Het eerste wat je ziet als je binnenkomt in de lobby is de chicho bar. Daar word je gelijk opgevangen voor een koffie, cappuccino en een lekker stuk taart of gebak. Maar je kunt er ook een kleine lunch en een sandwich eten. Maar voor de grotere trek ga je gewoon één verdieping naar boven en kom je terecht in de chefstafel of het à la carte. General Manager Jan Rutger spreekt vanuit het management de medewerkers toe tijdens een bijeenkomst in de nieuwe waalzaal van het hotel. Ja, ik denk het belangrijk is dat iedereen weet, iedereen heeft het langzaam natuurlijk zien groeien en voltooien. En dat ze allemaal weten ook waar we naartoe willen. We zien allemaal waar we nu staan, maar waar willen we naartoe met het nieuwe hotel? En hoe willen we dat aanpakken? En dan is het belangrijk dat zij diezelfde visie hebben en uitstralen die het management zeg maar al een tijdje mee rondloopt. En dat het niet alleen in onze hoofden zit, maar dat we dat echt gaan leven. Nou, het is natuurlijk geweldig leuk dat nu inderdaad dat wat je beloofd is en waar we over gesproken hebben, dat nu eindelijk uitgekomen is en dat je dat nu echt in vol ornaat gewoon om je heen ziet. Dat ik nu kan lopen naar een derde verdieping bij wijze van spreken over tapijt in plaats van rauw beton. En dat ik gasten zie, dat ik mensen zie die ook bevestigen wat wij al gehoopt hadden, dat het gewoon hartstikke geslaagd is. Het prachtige nieuwe Hotel Tiel is open. En dat ging niet altijd zonder slag of stoot. Ja, natuurlijk is het moeilijk geweest. Iedereen die thuis zelf een huis gebouwd heeft of iets verbouwd heeft, weet dat niks vanzelf gaat. Dus bij ons ook niet. Dus er wordt hard gewerkt. Er worden ook fouten gemaakt. Ja, en die moet je dan weer oplossen. En naar de gemeente toe natuurlijk.
het was best wel een moeilijke klus. Nou, ik zou vertellen dat ik enorm trots ben, hè, op heel die familie van Gert-Jan en ook de kinderen. Net zoals Tom en Max en Annabel. En Annabel die heeft heel veel samengewerkt met Marijke. Maar ze hebben iets geweldigs neergezet, allemaal bij elkaar. Dus iedereen moet komen kijken, hè? Iedereen komt maar kijken. En dan zullen ze het zelf ondervinden. En het eten is ook uit de kunst. Oké.